Ja, ik vis dus op het kanaal vandaag en dat is eigenlijk een beetje een thuiswedstrijd. Het is ook een bijzondere plek voor mij. Ten eerste, het is vlakbij mijn huis en hier is voor mij eigenlijk al die jaren geleden is het zeg maar hier begonnen. Hier heb ik mijn eerste vis gevangen en eigenlijk het hele karpenvisser een beetje geleerd. En het is ook wel een beetje gek, ik keer eigenlijk altijd wel weer terug naar het kanaal. Maar niet uit waar ik heb gevist, ik vind het kanaalvissen gewoon erg leuk. Dus ik keer eigenlijk altijd wel weer terug. Hoe kennen we het kanaal? Het is natuurlijk een lange rechte bak met water, weinig onderbrekingen, een paar kleine havens. En die havens die schreeuwen natuurlijk om wintervissen. Die vis die trekt daar gewoon heen, maar die havens zijn ook redelijk groot. Dus om op zo'n dag zoals vandaag, om dan die vis te lokaliseren, kan heel veel tijd in beslag nemen en kun je gewoon met de blank naar huis gaan. Daarom heb ik gekozen voor deze brug. Ik weet uit het verleden dat hier gewoon vis onder ligt, ieder jaar weer. Dus omdat ik dat weet, met de kennis die ik heb, kan ik gelijk op de vis vissen en kan ik in de korte tijd, in de winter, gewoon een visje vangen. En dat is eigenlijk het plan voor vandaag. Ik hoef niet lang te wachten op de eerste vis. Ik denk dat ik ongeveer een half uurtje aan het vissen was en de eerste ligt in het net. Super blij mee. Maar voor nu is het even zaak dat ik even de hengel zo snel mogelijk terugbreng op de plek. Deze vis ga ik even onthaken, die kan wel even wachten. Maar de vis is nu actief, de zitvis en de aasperiodes in de winter zijn al eenmaal kort. En daar moet ik gebruik van maken. Dus eerst even onthaken en dan de hengel weer terug op de plek. En dan laat ik daarna wel de vis even zien. Maar eerst even de hengel op de plek. Ja, de eerste vis van de sessie, een klein kanaalschupje. Een beetje gemiddelde vis hier. Met uitzondering dagen later natuurlijk, maar de meeste vissen zijn ongeveer van dit kaliber. Gevonden op de locatie waar ik ze dacht te vinden en dat is tegen de brugpijler aan. Echt een winterhotspot, dus dat geeft me wel aanknopingspunten voor de rest van de sessie. Maar de kop is eraf, de eerste vis is binnen en daar zijn we natuurlijk super blij mee. Buiten het feit dat zo'n obstakel, een brug, altijd een potentiële hotspot kan zijn in de winter, is er één ding wat nog bijzonder is aan deze brug. Je kan van bovenaf niet zien, maar onder water staat eigenlijk de brug op een soort van palenstelsel. Dus je hebt een betonblok, er zitten een aantal palen en weer een betonblok op. Die vissen gaan daartussen liggen, die voelen zich daar veilig. Het is daar wat warmer, er zit voedsel. Voor de vissen een ideale plek om te overwinteren natuurlijk. Ga je naar zo'n plek vissen, zorg wel dat je rekening houdt dat je niet te ver van je hengels afgaat. Ik heb dan een gevlochten lijn, ik heb direct contact met de vis, ik hoor en zie alles. Ik heb een spoel dicht. Dus vooral even je gezonde verstand gebruiken om zo'n plek als dit te kunnen vissen. En dan kun je prima vis vangen in de winter. Ja, dat voer op zo'n winterdag is natuurlijk heel anders dan in de zomer. In de zomer kun je aardig losgaan qua voer. Maar dat is nu totaal niet handig. Spijsvertering van de vis staat praktisch stil. Ze hebben niet veel voedsel nodig en ik weet dat de vis zit. Dus ga ik veel voeren of verzadig ze of ik stel de aanbeet uit. En dat is totaal niet handig. Wat gebruik ik nou wel? Ik heb wat dingetjes van Crested Catcher meegenomen. Dat zijn de hennep en de sweetcorn voorverpakt. Dus die gooi ik er een beetje bij. Dan heb ik ook nog de boilies waar ik 2 dagen mee gevoerd heb. Dat zijn de King Prawn boilies. Die kun je het hele jaar inzetten. Dus die vermaal ik er een beetje bij. En iets wat ik wel veel gebruik in mijn wintervisserij is maden. Daar gaan ook een paar bij. Hier zit wel aardig wat witvis. Dus mocht ik nou veel brazen vangen,
haal ik ze er weg. Maar voor nu is het een mooie manier om die extra prikkel te geven. En ja, meer gebruik ik eigenlijk niet dan met een single pop pupje erop. En dat moet eigenlijk de klus klaar voor vandaag. Ja, waar ik weinig verschil in maak tussen de zomer en de winter is eigenlijk de onderlijn. Ook wederom nu weer een Ronnie richtje. Die is overal inzetbaar. Elk type water, welk jaargetij eigenlijk. En waarom is in de winter nou zo goed? Het pop-upje valt lekker op, is bewegelijk in onder water. En dat kan net even die extra prikkel zijn die vis nodig heeft op dat moment. Ik maak hem iets korter dan normaal, omdat die vis gewoon wat trager aast. Maar maak hem vooral niet te kort. Wat je vaak ziet, als je hem te kort maakt, dan kan die haak niet ver genoeg de bek in tijdens het opzuigen. En zal je hem altijd in de harde gedeelte van de bek haken. En ja, dat gaat zeker vis kosten. Dus doe dat niet. Ik denk ongeveer een centimeter of 15. En dan kun je prima mee overweg in de winter. En wat we hebben gezien, het levert vis op. Ja, ik denk dat het voor mij maar eens tijd is om lekker naar huis te gaan. Sessie loopt een einde. Ik heb wel een leuke sessie gehad. Lekker visje gevangen in de winter is altijd leuk. Als ik heel eerlijk ben, had ik er wel eentje bij verwacht nog. Maar ja, blijf wintervissen, daar doe je gewoon niet zoveel aan. Ik hoop dat je het leuk vond om naar te kijken. Misschien wat we kunnen leren. Heb je vragen, stel ze vooral. En voor nu ga ik lekker snel lekker naar huis. Lekker douchen en de warmte opzoeken. Dan zien we de volgende keer.